Vitesse speelde zaterdagavond een teleurstellende wedstrijd tegen ADO Den Haag. De Arnhemse club stond al na 5 minuten met 2-0 achter. Wij spraken met doelman Remco Pasveer en trainer Leonie Slutski. 2-0, wat was het voor wedstrijd? Ja, de eerste 5-6 minuten en daarmee geven we eigenlijk de wedstrijd weg. Ik denk dat we de rest van de wedstrijd wel gedomineerd hebben, geprobeerd kansen te creëren. Maar dit keer zat het geluk niet aan onze zijde. We hebben wel in de voorgaande wedstrijd een paar keer heel veel geluk gehad en nu zat het niet aan onze zijde. Ja, er ging een hele hoop mis. Veel balverlies. Maar ik miste ook een beetje de mentaliteit om terug te vechten. Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk dat wij de tweede helft zeker keihard geknokt hebben om resultaat te halen. Als je ziet hoeveel iedereen gewerkt heeft. En dat we nog hoeveel kansen we nog gecreëerd hebben. Ik denk dat we een paar grote kansen gecreëerd hebben. Een beetje pech daarmee. Ja, nee, ik denk dat we gewoon dat we buiten die eerste 6 minuten dat we pech hebben gehad met de afwerking in de tweede helft. Om het nog om te draaien. Maar ik ben het absoluut niet mee eens dat het een mentaliteit kwestie was. Absoluut niet. Dinsdag dan wacht de Graafschap. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja, een bekerwedstrijd. En als je een beker wil winnen, dan is het in principe heel simpel. Dat is winnen en doorgaan. Het publiek was ontevreden vandaag? Ja, nou ja, weet je. Als je 23 punten hebt, dan... Zijn de verwachtingen hoog gespannen natuurlijk. Natuurlijk en terecht. En op papier moeten wij ook winnen van ADO thuis. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Je hoopt wel op de wisselwerking dat als het een keer niet lukt, dat we dan even een steuntje in de rug van het publiek krijgen. En natuurlijk, ik snap dat zij willen winnen en daar willen wij ook. En daar vechten we heel hard voor. Dus ik begrijp dat wel. Dat ze, die komen voor een mooie pot voetbal. Als je dan jouw club dan 2-0 verliest. Dan baal je net zo. En bij de eerste 3, dus de verwachtingen die zijn aardig hoog natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, nee, ja, kijk, we natuurlijk balen net zo hard als dat zij doen. En, wij doen er echt alles aan om die punten hier te houden. En het zat nu een keertje niet mee. De competitie is nog lang. Ja, nee, daarom. Kijk, we hebben nu even een tikje gehad. Hier kunnen we van leren. En een beetje pech gehad denk ik in de tweede helft. Maar we gaan ons rug rechten en dinsdag is het Graafschap. Mr. Slutski, what kind of game was it today? It was game one when one team completely dominate. We have a goal shot difference 27 against 5. And usually if you have a difference 27 against 5 and key passes difference 22 against 7, it means one team have to win minimum and 3 goals. But today we didn't realize, I don't know, a lot of chances. Maybe we didn't have more chances in this season than today. And very difficult to analyze this type of game because sometimes you have unlucky day, sometimes you have a very lucky day, to be honest. It was an unlucky day. Yes, to be honest, we had some very lucky days in this season when we won against Utrecht or AZ. Maybe we didn't deserve like quality of a game, but we won. Today I think we deserve to win, but we lose. This is football and sometimes something happens. Tuesday, the Graafschap is waiting. Yes, next game in 3 days and it will be very important cup game. We don't have a lot of players in the team. We don't have a chance to change players. It will be plus minus the same starting 11, the same players. And of course, for us, very difficult to win this game and try to move in the next cup stage.